Ja, ik zei het net al en ik ben weer enorm geïnspireerd door Thijs Hazeleger, die maar twee tonen kon spelen hier. Ook uit solidair met de blazers die op dit moment helemaal niet mogen spelen. Maar u thuis weerhoudt natuurlijk helemaal niets om te spelen. En dat kunt u misschien op video zetten. En dan kunt u het naar ons opsturen naar info@cultuuractie.nl. En dat zouden wij zeer op prijs stellen. Ook ter inspiratie en ter bemoediging. Inmiddels heb ik een heel iemand anders aan de lijn, wou ik zeggen. Was het maar zo. Oh, een mens kan zo in oude dingen vervallen. Nee, aan tafel, namelijk Verena Balt. Ja. En Verena Balt is hoofdkleding bij Soldaat van Oranje. En Soldaat Klopt. Van Oranje is de langstlopende musical. Langstlopende musical ooit. In Nederland. Ooit. Ja. En hoe lang loopt die al? Nou, ik ben op 24 augustus 2010 begonnen, dus bijna 10 jaar. En 30 oktober hadden wij première. Je moet het zo. Oké, okay. 30 oktober 2010 hadden wij première. Dus en we zouden nu. Je bent vanaf het begin af aan bij. Ja. En wat, het klinkt misschien heel dom, maar hoofdkleding, wat moet ik me voorstellen? Nou, je bent verantwoordelijk voor alle kostuums die in de voorstelling voorkomen. Maar maak je ze ook? Nee, ze zijn deels gehuurd, deels gemaakt en deels gekocht. En dat is zeg maar geontworpen door de ontwerpster, Katrien Kuikens. En wij zijn eigenlijk dagelijks verantwoordelijk voor dat alles er goed bij staat, dat alles gewassen is. Dat als je stuk gaat, dat we het maken. Dat die zomen die losgaan gewoon niet loshangen. En als er castwissels zijn, want ja, na 10 jaar heb je natuurlijk niet altijd dezelfde acteurs. Gaan we alles van maken. En ja. Dan ga je dingen. Alles van maken. Ja. Dus dan wordt het wel een tweede handje voor de nieuwe acteur of actrice. Precies. Maar dan is het toch weer op maat gemaakt in elk geval. Ja, precies. En dat moet ook bij deze voorstelling. Want het speelt in de oorlog. En ja, toen hadden ze ook geen mooie nieuwe kleding. En dus het is ook mooi eigenlijk dat ze wat ouder zijn, die kostuums. Maar goed, ze moeten natuurlijk wel nog heel zijn. Eigenlijk moeten ze afgedragen zijn, een maar beetje toch wel. Nog heel. Ja. Ja, ja. Kun je ze niet op de een of andere manier oud maken? Ja, dat zou kunnen, maar dat is toch anders. Ja, ja. Maar het gaat vooral om dat ook alles klaar ligt tijdens de voorstelling voor de acteurs. Want soms hebben ze maar heel weinig tijd om zich te verkleden. En dan zorgen wij ervoor dat alles gewoon op tijd klaar ligt, op de juiste plek. En, en dat ook dus nog eens schoon is als het schoon moet zijn en, precies. En gemaakt. En om hoeveel kostuums gaat het dan eigenlijk? Nou, in totaal, als je alle kostuumstukken telt, zijn het tussen de 600-700, denk ik. 600-700? Ja. Dus er zijn ook heel veel. Want hoeveel medewerkenden zijn er? Nou, we hebben 30 acteurs of 28. Dus die moeten zich niet. Als een gek ook verkleden de hele tijd. Ja, de hoofdrolspeler heeft volgens mij 9 verkledingen tijdens de voorstelling. En dan heb je nog heel veel ensemble mensen die nog meer verkledingen hebben. Dus het zijn wel heel veel kostuums. Maar dan is het een fulltime baan. Dus niet alleen maar werken tijdens de voorstelling. Want dan leg je het klaar en dan en ruim je het op, neem ik aan. Ja. En moet je weer zorgen dat het. Ja, nee, het gaat niet reizen. Dus dat is wel handig. Dat is wel handig, op één inderdaad. Plek. Het blijft op één plek. Ja. Maar je moet dus ook alles nog dan verzamelen. Ja. Wie bepaalt of het gewassen moet worden? Doet de speler dat of doe jij dat? Nee, dat hebben wij. We hebben een schema. Want we kunnen natuurlijk niet iedere dag 50 overhemden wassen. Dus we hebben een schema. Dus om de zoveel dagen wordt dan weer die ene scène, die overhemden daarvan worden dan gewassen. En dan soms heb je dan acteurs die zeggen, ja, maar ik heb wel heel erg gezweten. Ja. Maar ja, als iedereen dat zegt, dan zijn we alleen maar daarmee bezig. Maar we beginnen zo ook altijd al in de middag om 2 uur gewoon voor de voorstelling om die voor te bereiden. Dus je bent, voor mijn gevoel, ben je om 2 uur begin je. Ja. En dan is de voorstelling om 11:30 klaar, denk ik. Half 12. En dan moeten jullie nog alles voor de volgende dag gaan. Ja, maar dat gaat, daar zijn we na 10 jaar wel zo snel dat we eigenlijk na 10 minuten of zo, na het einde van de voorstelling, ook klaar zijn. Ja. Jeetje, en met z'n hoeveel zijn jullie? We zijn per avond met 4 mensen. En we met zijn met een team van 10. Ja. Want iedereen werkt fulltime. Want ik heb ook heel veel ZZP'ers die natuurlijk ook nog andere opdrachten hebben. Ja. Maar we zijn dus per avond met 4 mensen. Ja. En dat ligt nu allemaal stil? Ja. Nou, 12 maart was ik al om de was te doen, om eens avonds een voorstelling te spelen. En toen kreeg ik een telefoontje, is er niet. En het was heel raar, want die avond daarvoor gingen gewoon tegen iedereen zeggen, tot morgen, tot morgen. En er is geen morgen. Dus. Nee. En toen kwam ik een week later nog naar het theater en het was gewoon echt alsof er een
geest een spookstad is. Want ja, alle kleding lag gewoon nog zoals iedereen heeft uitgetrokken en dan netjes over de stoel klaar voor de volgende dag. Nou ja, die komt nog steeds niet. Nee. Wat mis je het meest? Ja, gewoon het werk doen wat je leuk vindt. Gewoon daarheen gaan en je denkt, oké, ik maak nu met iedereen die daar werkt, met al die collega's die je echt in en out kent. Want dat is gewoon echt een microwereld. Je bent altijd met dezelfde mensen bij elkaar. Je weet echt alles. En na 10 jaar is het gewoon ook echt, ja, leid en vreugde. Gewoon allemaal heb je met elkaar meegemaakt. Ja. En dat je die mensen eigenlijk niet dagelijks ziet. En dat je niet met z'n allen gewoon iets creëert. Dat mis ik eigenlijk het meest. Als ik dit dan ook zo zie, denk ik, ja, dat is gewoon echt weer. Ik wil gewoon graag weer werken. En gewoon graag iets moois maken wat het publiek ook aanspreekt. Want anders zouden we niet 10 jaar al met volle zalen spelen. Ja, voor 3 miljoen, hè, geloof ik. Ja. 3 miljoen bezoekers nu. Ja. Maar wat je net zei, het woordje samen, dat is. Het is ook dat je, je zei, iets creëert, maar ook samen iets. Ja. Iets maakt. Ja, er is bijvoorbeeld een moment in de voorstelling waar dan de techniek die loopt dan mee met iets en ik ben dan iets aan het voorbereiden. Dan denk ik eigenlijk iedere avond weer, jeetje, we zijn gewoon echt zo'n geoliede machine. Als één iemand ook maar iets anders doet, dan gaat het mis. Dat is gewoon. Het is grappig, hè? Wat ik altijd het meest magische moment vond in het theater was juist voor de voorstelling, als je binnenkomt. Ja. En dan is het nog, er zijn geen bezoekers, maar je bent met een paar mensen en je gaat iets doen. En dat heeft een soort, dat geeft al een soort magische, ja, spanning en tegelijkertijd een soort thuisgevoel. Ja, nou, dat is goed omschreven. Ja. En ja. Zo is het ook. En dat heb ik dus op dat ene moment ook altijd. Dat is vrij aan het begin van de voorstelling. Er zijn net allemaal heel veel snelle kledingwissels geweest. En dat je denkt, Jezus, we zijn het weer aan het doen. En dat is gewoon live. En ja. En dat zijn al die mensen achter de schermen die je als publiek helemaal niet ziet. Hè? Nee. Dat ook nog. Nee. Die zo belangrijk zijn, ja, voor een voorstelling. Ja, en ook echt niet bewust van zijn. Ik heb een collega die werd gebeld door een vriendin. Die zei, oh, jullie mogen weer spelen. En toen zei mijn collega ook, ja, maar met 30 man. We zijn al voor en achter de schermen met 150. Dus ja, ja, het kan gewoon niet. Nee. En daarom ben jij hier. En hoeveel mensen vertegenwoordig je? 150. 150. Ja. En dat zijn dan? Dat zijn zeg maar mensen die achter de schermen werken. De acteurs van Soldaat van Oranje. Mensen op kantoor. Want dat is natuurlijk ook nog marketing. En ja, gewoon administratie. Die hebben nu natuurlijk ook niet veel te doen. Nee. Want, nee. En nou ja, kaartverkoop, voorgebouw. Mensen die, ja. Kortom, 150 mensen. Ja. Dankjewel, Verena Balt. Zet je handtekening en zet vooral niet Vera, maar Verena. Ja, dat ga en, ik doen. En ik hoop dat er nog plaats is beneden, zodat ergens je niet boven direct op een ladder moet gaan is staan. Goed. Want zo zal het ook zijn op een gegeven moment. Goed. Dankjewel. Ja, ook bedankt. Dag.